Welkom terug. Vorige keer heb ik een filmpje gemaakt om te bewerken. En ik ga nu laten zien hoe ik dat kan analyseren om daar een x-tegrafiek van te maken. Ik gebruik daarvoor het programma Blender. Dat is een wat ingewikkeld programma misschien, maar ik vind het zelf wel fijn werken. Omdat ik er al mee kan werken. Als je een ander programma gebruikt, is dat op zich ook prima. Maar ik laat nu even zien hoe het met Blender werkt. Dat staat ook op de schoolcomputers, dus je kunt het ook gewoon op school gebruiken. Om te beginnen. Ik heb hier nu standaard, gaat hij allemaal animatiedingen doen. Dat wil ik niet. Hier links onderin, daar staat een ding. Daar kan ik kiezen wat voor filmpjesvenster ik hier wil. En in dit geval wil ik de Movie Clip Editor. Nou, als ik daarop klik, zie je het hele scherm verandert meteen. En ik kan dan vervolgens hier een bestand openen. Dat ga ik ook doen. Nou, ik heb hem nu ingeladen. Het is een nogal groot filmpje. Ik kan even met mijn muiswiel rollen om hem wat kleiner te maken. De opname begint hier een beetje raar. Want dit is het hele filmpje zonder dat ik hem bewerkt had. Ik kan hier eerst even Set Scene Frames klikken. Dan zet hij hem automatisch goed. Wat betreft de begin en eind. Als ik hier boven deze tijdbalk ga hangen, doe ik even op Home. Dan staat daar ook de hele tijd in. En dan kan ik hier met mijn muis slepen en dan gaat hij er doorheen. Nou, hier ergens zit de... Kijk, hier zit de beweging die ik zoek. Dus laat ik daar eens even naar gaan kijken. Ik zet hem hier neer. En nu kan ik gewoon met de pijltjes opzij. Je ziet het hier onderin. Verandert het frame nummer. Het gaat heel langzaam allemaal. Nou, ik zal hem even doorspoelen. Ik laat hem hier ergens los. Ja, nu is hij los. Dus, als ik eens even naar mijn klok hier ga kijken, dan kan je zien dat die cijfertjes niet zo heel goed te lezen zijn. Dat is een beetje jammer. Maar ik kan wel eens even kijken, want zo te zien kan ik met wat moeite het wel ontcijferen. Je kunt het ook wel ongeveer zien, want als ik hier kijk, nu springt hij hier op 1, 10.1. Dus dan kan ik nog redelijk aardig de tijd aflezen. Het is duidelijk dat het niet ideaal is. Je hebt liever natuurlijk een klok die je gewoon goed kan lezen. Maar goed, dat is in dit geval helaas even niet het geval. Nou, dan gaan we nog even kijken naar waar het karretje dan is. Hier op 10 seconden had ik hem nog net niet losgelaten. Dus ik moet even kijken, hier zit ik op 10. 1, 2, 10.1. 10.2. 10.3. 4. Hier is 10.6 en nu is hij echt wel los. Dus, ik kan mijn eerste meting doen. Ik ga even kijken naar het voorwiel. Aan de linkerkant van het karretje. Nou, ik heb die Bielsen, dat was mijn eenheid. Dus ik ga kijken hoeveel Bielsen die verder is. De Biels helemaal rechts noem ik 0. Dus dan kom ik uit op iets meer dan 1. En zoals je weet, ik wil graag dat je dat het eerstvolgende cijfer, zeg maar, nog even gokt. Dus, hoeveel is dit? Dit is ongeveer, 1,2. Dus op 10,6 seconden heb ik 1,2 Bielsen afstand afgelegd. Nou, dan gaan we even door. En ik hoef niet zoveel metingen te hebben, dus ik kan wel even een stukje hier gaan. Als ik nou precies het punt dat hij op 11 overspringt, hier. Dan is de tijd 11,0. En de afstand is nu 8. Dus heb ik 1,8. Ga ik weer verder naar, laten we zeggen, hier ergens in de buurt van deze Bills. Zo te zien zit hij hier, springt hij net over naar 11,5. Dus op 11,5 zit hij op 1, 2, 3. Ja, dat is 3,0. Zit precies op die Bills. Dus de volgende, ergens hier in de buurt, is wel een aardige, denk ik. Eens even kijken of die tijd nog wat moois wordt. Ik kan hem hier echt niet goed lezen. Ah, kijk, hij springt net over op 12, ideaal. Dus hier zit de tijd op precies 12, 12,0. En dan heb ik een afstand van 1, 2, 3, 4, 5,3 zou ik zeggen. 5,4, 5,3. Dat maakt ook niet zoveel uit.
Het gaat er even om dat ik net een iets beter idee heb dan alleen maar 5. Of het nou 0,3 of 0,4 is, dat maakt niet zoveel verschil. Hij beweegt inmiddels al vrij hard. Dus ja, hier ergens in de buurt lijkt me nog wel een mooie. Dus even kijken of ik nog een tijd kan herkennen. Ik kan het niet goed lezen hier. Ja, hier springt hij net op 4, 12,4. Dus die ga ik eens even aflezen. 12,4. Daar zit hij op. Oh, moet ik even opnieuw tellen hoeveel er zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 zou ik zeggen. Nou, doen we er nog eentje bij. Als hij hier aan het eind aangekomen is. Zo. Even kijken of we dit kunnen afleiden wat het precies is. Nou. 3, 1, 2, 3. 2, 3. Ik heb nu 12,7 volgens mij. Nou, dat vind ik wel goed. Ik zet hem op 12,7. En de afstand daar is dan dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,8 zou ik zeggen. Nou, dan hebben we een mooie tabel gemaakt. En vervolgens kunnen we die natuurlijk gaan plotten in een grafiek.